Zo, daar zijn we weer. We gaan eens even beginnen met week 4. En direct met de eerste vraag die gesteld is geworden in de vragentopic: welke kant moet ik beginnen? Als het goed is, zijn jullie aan de verkeerde kant geëindigd van jullie werk. Dus hier. Dus we gaan hier verder. We zijn aan de goede kant van het werk. En dan gaan we beginnen met de stokjes en dan de reliëfstokjes. Stokjes, reliëfstokjes. Zijn de mensen online of? Ah, kijk, daar is de eerste al. Goed, we zijn dus geëindigd aan de verkeerde kant van het werk om de eerste vraag van de vragentopic te beantwoorden. Dus we gaan aan de goede kant verder. Dus hier. Aan deze kant. Goed, zoals ik jullie heb aangegeven in mijn mededeling, is dat ik even met een proeflapje ga haken. Want als ik die hele lap voor me moet gaan nemen, wordt het best een hoop werk. We gaan beginnen met de eerste toer. En in je kleurwisseling doet aanhecht in de hoek, stokje haken. Ik heb nu dus één losse gehaakt en ik ga direct mijn stokje haken. Zoals ook aangegeven staat in het patroon. Dat is dus de eerste op de hoek. Hier gaan we het riedeltje en dit is even mijn proeflapje. Hier ga ik mee doen. Ik ga nog geen proeflapje maken en daaraan vasthechten aan je vest, want dat gaat niet werken. Dus gewoon je vest verder haken. Dan staat er: haak twee stokjes in de losse ruimte. Dus dat is hier. In de losse ruimte haak je twee stokjes. Dan wordt er gezet relief stokje voor. Normaal haak je hem hier in de lus die hier bovenop zit. Dat doen we niet. We gaan er van voor naar achter en van achter naar voor. Dat is een relief stokje. Dus je slaat eerst je draad om. Dan ga je van achter voor naar achter en van achter weer naar voor. En dan maak je gewoon je stokjes. Je haalt je draad eromheen. En dan maak je stokje verder af. Zo heb je een relief stokje voor. Nou, weer twee stokjes in de losse ruimte. 1 en 2. En dan weer een relief stokje voor. Dus weer draad omslaan. Van voor naar achter om het stokje heen. Draad omslaan en doorhalen. En je stokje maken. Dat nog een keer laten zien. Dus twee stokjes in de losse ruimte. En weer draad omslaan van voor naar achter en om het stokje naar voren toe. Draad omheen en eromheen slaan. En een stokje maken. Nou, dan ga ik even speedy haken naar het einde. Dus weer omheen, ophalen en stokje maken. Zo. 1, 2 stokjes weten jullie nu wel. Dus weer eromheen ophalen en je stokje maken. Nou, dit herhaal je dus door de hele toer heen tot aan het einde. Refstokje. 2 stokjes in de losse ruimte. Ik ga nu even sneller, zodat ik aan het einde ben. Dan kunnen we door met de volgende toer. Ik probeer zoveel mogelijk toeren in één filmpje te doen. Zodat het even wat overzichtelijker is. Weer een reliëfstokje. Ik zal aan het einde van de rit ook dit filmpje op YouTube plaatsen. Dan kunnen jullie daar nog eens op jullie gemak nakijken en pauzeren. Op het moment dat jullie het nodig vinden. Om even terug te kijken. Nou, hier zijn we aan het einde. Daar doe je dus twee stokjes in de losse ruimte. En één stokje op je laatste stokje. Dan heb je de eerste toer klaar. Dan zul je zien dat de stokjes wat naar voren gaan komen. En dan heb je een relief stokje voor. Dit is dus aan de goede kant van je werk. Nou, gaan we door naar toer 2. Even mijn pagina beneden doen. Daar zijn we. Haak 1 lossen en werk draaien. Dus als je weer kleurwisseling doet, nieuwe aanhechten en beginnen. Haak 1 stokje. Staat er dus een stokje op het stokje daar waar je aangehecht hebt, op je werk gedraaid hebt. Plus deze twee stokjes op de stokjes van de vorige toer. Dat is dus hier. Dat is 1. En dat is nummer 2. En dan komen we bij het relief stokje. Die zie je nu hier achter dit balkje zitten eigenlijk. Wat je nou doet is draad omslaan van achter naar voren. Dan zie je doorsteek en dan van voor naar achter. Dan krijg je dus dit.
draad omslaan en doorhalen. Ik zal het nog een keer laten zien. Dus draad om je naald heen, van achter naar voren en dan naar achter. Draad ophalen. Je moet zorgen wel dat je haak naar beneden is, anders blijf je vasthangen. En ophalen. Hier heb je hem. Probeer dit niet te strak te doen, want dan krijg je een naald niet meer door je draad heen. En je stokje maken. Nou, gaan we nog een keer halen. Dus twee stokjes bovenop de stokjes van de vorige toer. Dat is 1. En dat is 2. En dan zijn we weer bij het relief stokje. Dat zie je ook, hè, want er zit achter dat balkje eigenlijk. Zo zie je dat. En dan verdwijnt dat stokje erachter. Dus wat gaan we doen? Draad omslaan. Van achter naar voren en van voor naar achter. Dus je gaat eigenlijk om het stokje heen. Dan pak je draad weer, haal je hem erom en haal je hem erom. En je stokje maken. Gaan we het nog een keer doen. Twee normale stokjes bovenop de twee stokjes van de vorige toer die je gemaakt hebt. En dan zijn we weer bij het relief stokje. Hier weer het balkje. En als het goed is, voel je het ook, hè, als je aan het haken bent. Dus weer draad omslaan. Dan gaan we van achter naar voren en van voor naar achter om het stokje heen. En ophalen. En dan gaan we weer. Twee stokjes. 1. En nummer 2. En dan zijn we weer bij het relief stokje. Hier heb je weer het balkje. Ga je weer van achter naar voren en van voren naar achter. En als je het nou vervelend vindt, als je elke keer met die haaknaald blijft hangen aan het stokje. Wat ik vaak doe, is gewoon even het stokje wat naar je toe trekken. En hem dan ophalen. Gaat een stuk makkelijker. En weer een stokje maken. Gaan we het nog een keer doen. 1 stokje, 2 stokjes op de stokjes van de vorige toer. En dan zijn we weer bij het relief stokje. En dan gaan we van achter naar voren en van voren naar achter. Dan pak ik hem hier even een beetje zo vast dat hij wat naar voren waggelt. En ophalen. En je stokje afmaken. Nou, dan ga ik weer even speedy haken naar het einde. En dan gaan we zo door met toer 3. Ik zie dat de mensen reacties of vragen stellen. Ik kan ze niet beantwoorden. Ik zit met een mobiel te filmen in mijn das. Ik zal daarom straks aan het einde van de rit even kijken wat er gezegd is. En dan zal ik daar eventueel een reactie op geven. Zo. Ik ben bijna bij het einde. Dit moet je dus de hele toer door doen. En weer het laatste relief stokje. En de stokjes op de stokjes, 2 stuks, plus de laatste is nummer 3. Bon. Indien je dus weer kleurwisseling doet, draad afhechten en aanhechten en werk draaien. En dan gaan we beginnen met de andere relief stokjes voor. Dus dan zijn we weer aan de goede kant. 1 losse, werk draaien. Kijk, dan heb je eigenlijk allemaal balkjes. Dat is de eerste basis van jouw relief stokjes. Zie? In het begin heb je 3 stokjes en aan het einde heb je 3 gewone stokjes. Enfin, we gaan beginnen. Toer 3. Haak 1 stokje, dus altijd de eerste. Hè? 1 stokje. En nu? Sla 2 steken over. Dus die 2 stokjes van de vorige toer, die sla je over. En dan gaan we gelijk naar dit balkje. Daar haak je een relief stokje voor. Dus weer draad omslaan van achter naar voor, van voor naar achter en van achter naar voor. En ophalen. En een stokje maken. En dan zie je dat hij al wat schuin gaat trekken. Dat wil eigenlijk zeggen dat we eigenlijk een V'tje gaan maken. Dan wordt er geschreven haak 2 lossen. Dus 1, 2. En nog een relief stokje om hetzelfde stokje heen. Dus we gaan omslaan en we gaan weer van voor naar achter en van achter naar voor. Ga nou niet proberen om hier moeilijk te gaan doen door achter dat ene stokje te gaan haken. Dat is niet nodig. Dus gewoon van achter naar voor en van voor naar achter. Zeg ik verkeerd. Van voor naar achter en van achter naar voor. Ophalen en je stokje maken. Nou, dit gaan we dus herhalen. Dus we gaan nu direct naar dit stokje. Want hier hebben we die 2 stokjes ook overgeslagen. Dus die gaan wij ook overslaan.
Weer draad omslaan, van voor naar achter, van achter naar voor. En dan heb je het stokje eigenlijk opgepakt, zoals je ziet hier. En je stokje maken. Twee lossen. En weer op dezelfde plek, van voor naar achter en van achter naar voor. Weer een reliëf stokje voor maken. Nou, en weer naar de volgende. Die twee slaan we weer over. Van voor naar achter en van achter naar voor. Omslaan en doorhalen en je stokje maken. Twee lossen. En weer voor naar achter en van achter naar voor. En je stokje maken. Nou, ik denk dat dit nu wel duidelijk is. Dit herhaal je weer door de hele toer. Van rechts naar links. Ik ga heel even snel door. We zijn er bijna. Zo, twee lossen. Ria, stokje voor. Laatste. Ene laatste, sorry. Twee lossen en weer een reliëfstokje voor om hetzelfde stokje. En hier idem, de laatste reliëfstokje. Twee lossen en een reliëfstokje voor erbij. En dan zijn we aan het einde. Die sla je over en hier maak je een stokje. Nu heb je dit. Het zal wat naar voren gaan flappen, maar dat gaat straks in de volgende toer wegtrekken. Dit heb je tot nu toe. Goed, ik ga deze even afsluiten. Ik ga even kijken wat de vragen in de commentaren zijn. En dan gaan we verder met toer 4. Succes!